En dit is dan mijn nieuwe viaduct. Vroeger stopte hij hier, als eind. En nu gaat hij dus gewoon door. Komt daar weer op uit. En rijdt zo weer zijn gang uit. Dan moet ik deze eventjes weghalen. En dan komt deze voor in de plaats. En dan ga ik dus deze weghalen. En die wordt hierop gerangeerd. Naar boven sturen. En daar komt hij dus aan. En dan loopt hij dus die kant uit. En dan gaat hij zo weer terug. En dat is het nieuwe spoor.